Ik hoor je niet. Je moet je microfoon aanzetten. Oh, sorry. Ik kan mijn microfoon nog uit. Ja, ja dat ziet ook niet op, hè? Ja. Nou ja, sorry. Hey, nou, laten we even snel, want ik moet weer snel door met schrijven. Ja. Ja. Maar heb jij al gestemd op de beestenbaas, wilde ik vragen? Ja, natuurlijk. Meteen. Ja? Voor de kinderjury. Ja, voor de kinderjury. Het is echt het leukste boek dat ik de afgelopen jaren heb geïllustreerd. Ik heb... Ja? Ja, hardop gelachen. Ja, oh, dat vind ik echt zo leuk om te horen. En wat was, dan jouw, wat was dan jouw lievelingstekening in het boek? Ja, ik dacht al dat je dat zou vragen. Dus ik heb hem opgelacht. De bevroren onderrok. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Deze. Weet je nog hoe je op dat idee kwam? Dat was echt... Ik weet niet hoe je dat hebt... Ik weet nog steeds niet hoe je dat hebt gedaan. Ik ook niet meer. Je haalde de... Ik denk dat je de pizza's uit de diepvries hebt gehaald. En toen heb jij je kleren voor de volgende dag of zo per ongeluk daarin gelegd. Ik weet het ook niet, maar... En toen ging ik 's ochtends de broodjes uit de diepvries halen. En toen trok ik zo een bevroren onderrok van Iris uit mijn diepvries. Ja, dat is echt hilarisch. Wat hebben wij gelachen. Ja, en kun je nagaan, dan komt het zo in jouw boek terecht. Ja, dan onthoud je dat. En dan schrijf je zo'n scène natuurlijk. Ja, ik kon je er echt mee slaan als ik had gewild. Hé, maar... Over een van de tekeningen, hè? Want ik was dus door dat boek aan het bladeren voordat ik ging stemmen. Ja. Er is één scène die ik zelf heb geschreven en waar jij bij hebt getekend. En ik weet eigenlijk niet alles meer van die scène. Ik heb het hierover. Oh, die olifant. Die staat met zijn billen tegen... Maar er staat iemand tussen. Tegen... Maar wie? Wie staat tussen de billen en de boom? Je ziet wel heel duidelijk dat daar een handje achter steekt. Maar wie is dat ook alweer? Ja, en hier zie je een schoen. En inderdaad die arm. Ik weet dus niet meer wie er achter staat. Een van deze? Ja. Oh, een van deze? Ja. Het is denk ik niet, het is denk ik niet een van die kinderen, want het armpje is te lang. Ja. Ja. Hé, wacht eens. Ja? Ik krijg wel een ideetje. Wat dan? Misschien kunnen we de kinderen vragen of ze... Hè? Ja, we vragen of de kinderen het boek willen lezen. Ja. En dan weten ze vanzelf op zeker moment wie er klem zit tussen de olifant en de boom. Ja. Ja. Dan sturen ze ons een mailtje op een mailadres dat we aan het eind van het filmpje dan plakken. Ja. Ja. En wat kunnen ze dan winnen? Want het is wel leuk als ze iets kunnen winnen. Dan maak ik gewoon een tekening van die olifant. Ja. 3 tekeningen. Oké. Okay. En die krijgen ze dan, een echte. En ik heb echte Wies en Oma Wisse boekenleggers. Die krijgen ze dan ook. Die doen ze toen er dan bij. Dat is echt leuk. Dus de kinderen moeten het boek lezen. Ze moeten stemmen op de beestenbaas voor de kinderjury. Kinderjury, stemmen, stemmen, stemmen. Stemmen, stemmen. En dan sturen ze ons een mailtje waarin staat wie er klem is achter de olifant. Ja. En we verloten onder de goede antwoorden 3 tekeningen van olifanten. Originele tekeningen van Iris Boter. Goed en plan. Boekenleggers. Nou. Super, goed plan. Helemaal goed. Dan ga ik weer verder met schrijven, want ik ben bijna klaar met de derde Wies en Oma Wies. Ja, de bouwbaas, toch? Ja. De bouwbaas. Hij wordt ook heel leuk. Hij wordt ook heel leuk. Dus ik denk dat je snel moet gaan tekenen weer. Ja, ga ik doen. Ja, ik, en we bellen. We bellen. Dag. Tot gauw.